vierde bovenbalk onderdeel wat we scoren is beenwerk. Dat bekijken we voor driekwart naar gebruik en de stand van de achterbenen. En we nemen ook voor een kwart het gebruik en ook de stand van de voorbenen mee. Maar bij deze zien we dat ze rondom heel goed stappen, de benen van achteren zien. Belangrijk onderdeel ook binnen het beenwerk is de stand van achteren gezien. Hoe rechter als ze erop staat van achteren, hoe rechter ook de stand naar voren is en hoe mooier de drukverdeling over de binnen- en de buitenklauw is. Evenals voor kruisbreedte en voor achteruierhoogte scoort deze koe voor de stand achterbenen ook de hoogste score wat je geven kunt. 9. Bij verschillende onderdelen hadden we gezegd, rond het gemiddelde is het optimum. Als zijn de kruisligging, speenlengte, speenplaatsing bijvoorbeeld. Maar bij de stand van de achterbenen is eigenlijk de score hoe hoger, hoe beter. Hoe mooier recht als ze erop staat, hoe mooier als ze de benen ook recht vooruit gebruikt. Na standbenen achteraanzicht scoren 9, komen bij de standbenen zij. Dit is het bovenbeen, dit is het onderbeen en de hoek. Bovenbeen op het onderbeen. De hoek die daar zichtbaar is, is de standbenen van opzij. Een heel krombeen gaan we naar de score 8-9. En een heel stijlbeen gaan we naar de score 1-2. Maar geneven beiden is heel erg gewenst. De hele steile benen geven toch vaak te weinig souplesse in het opstaan en in het lopen. En een heel krombeen zorgt ook vaak voor wat een platte klauw en wat te veel doorveren ook onderin de koten. We zien graag wat een gemiddelde stand van opzij. Dat zien we bij deze koe eigenlijk heel mooi. Zeker in het gebruik laat ze zien dat ze even iets meer kromming heeft naar gemiddeld. Ik zou haar voor standbenen zijaanzicht ook een 6 geven. Eigenlijk een hele mooie score rond het gemiddelde. 4, 5, 6 is eigenlijk zeer gewenst. Niet terecht en niet te krom is daarin het meest wenselijk. Dan naar de klauwhoek gaat, is de hoek van de klauw op de grond, de voorkant van de klauw, is dit de voorkant van de klauw ten opzichte van de ondergrond waar ze op staat. Is het heel plat, ga je naar die score 1, 2, 3. Is het een hele steile klauw, dan ga je naar de score 8, 9. Als vuistregel kun je vaak nemen dat de standbenen zij plus klauwhoek is ongeveer 10. Dat betekent dat onder een stijlbeen vaak een korte klauw zit en onder een krombeen vaak een wat plattere klauw. Die vuistregel gaat bij de meeste voorbeeldkoeien niet op, maar bij deze wel. De klauw is iets platter aan de voorkant. We scoren een 4 voor de klauwhoek. We bekijken echt de voorkant van de klauw, de hoek die maakt op de grond. Dus een 4 voor de klauwhoek. Rond het gemiddelde is evenals bij de standbenen zij ook eigenlijk het meest gewenst. Veel te steil. In de klauw heb je ook vaak wat weinig draagvlak onder de klauw. Om als je bekappen moet eraf te halen. Een hele platte klauw zit vaak het leven achter ook wat te dicht bij de grond. Verschillende onderdelen hebben we net benoemd bij de benen. Dus standbenen achter, standbenen zij, klauwhoek en ook de voorbenen. Hetzelfde als genoeg daar bij het uier. Uierkwaliteit vinden we heel belangrijk, zo vinden we ook beenkwaliteit heel belangrijk. Dus de kwaliteit in het botwerk, zijn de benen heel focus, heel vol, zijn ze mooi droog. Dat betekent dat het vel mooi strak om de bot erin ligt. Maar bij deze koe is dat zeker het geval. Veel kwaliteit in uier en ook veel kwaliteit in de benen. Een onderdeel wat we niet hebben, die scoren in het onderbalk, is kracht onderin de koten. Deze koe stapt natuurlijk van achteren gezien. Exact recht naar voren, zowel met voor als de achterbenen. Als je iets zou willen wensen, binnen het totale beenwerk, dan mocht ze een fractie krachtiger zijn onderin de koot. En als ze stapt, dan veert ze even iets door in het onderste gedeelte van haar been. Koten, dat is het stukje van de klauw naar de bijklauw toe. Dus we hebben net de uier ook ruim excellent gewaardeerd. In de benen zit ze net iets onder de excellent. 88 punten voor haar beenwerk. Zeer goede benen, maar als ze voor de benen ruim excellent wil scoren, mag ze onderin de koten iets sterker zijn, ietsje steiler zijn onderin de klauw.